Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. We zijn even naar Miami geweest, maar het Formule 1-circus is weer in Europa geland. In Barcelona, om precies te zijn. Het circuit dat elke rijder als zijn broekzak broek kent, beter gezegd, en waar vaak niet veel spectaculaire dingen gebeuren. Maar dit weekend was het wel de moeite. Het was heel leuk om te volgen, alleen hebben we dat bij Play Sports heel het weekend zonder ene Sam de Jongen moeten doen. Gelukkig is hij er vandaag wel weer. Dag Sam. Hallo, het was eenzaam. Uh, Om ja, jullie... betere dingen te doen. <laughs> ja, ik was op, uh, op de trouw van, uh, van mijn beste vrienden. Dus uh, van Joost Marius en Polit van Hecht. Even een shout-out. De drijvende kracht achter Polit in de Stad. De hotspot uh, voor vintage spullen. Ook even uh, vernoemen. Nee, superleuk weekend met u gehad. Ik was getuige, dus daar uh, uh, hing een speech aan vast. Dat was even spannend, maar uh, alles tot een goed einde kunnen brengen. Oké, okay, mooi. En een speech die lang geduurd heeft zoals in heel veel trouwen het geval is? Nee, ik heb, ik heb, ik, hij was te lang. Hij was veel te lang. <laughs> en dan in de uh, op de hotelkamer, want uh, we waren al in het hotel van uh, de vorige avond, al even, nog even geëvalueerd samen met mijn, uh, met mijn lief en dan de helft echt geschrapt de helft echt. <laughs> ja. Voor mij was dat vooral leuk, maar voor alle mensen dat er waren was dat echt veel te lang en. Uiteindelijk zijn dat meestal persoonlijke anekdotes en je uh, mensen moeten kunnen volgen in het verhaal. Dus uh, ik heb het korter gemaakt en bondiger gemaakt en dat was gelukkig de juiste keuze. Dus een trouwfeest dat betekent dat je gisteren met een kater de race hebt gevolgd? Uh, absoluut, ja. Ik heb de race in herhaling bekeken en, en echt gevochten tegen tegen niet in slaap te vallen, uh, maar dat lag misschien niet niet per se aan de race zelf. Dus. Dat ligt aan een goed, Dat is aan een goed trouwfeest. <laughs> ja, inderdaad. Uh, je hebt ook mooi volk bij vandaag. Ja, inderdaad. Uh, we hebben de, de vorige twee weekends uh, samen doorgebracht. Dat gebeurt uh, tegenwoordig wel vaker. Uh, maar op maandag Maandag is dat meestal niet het geval. Dus dat is een, een leuke kans om op maandag eens samen te zijn. Absoluut. En um, ja, meestal uh, wordt hij verplicht om, om te praten over dingen met twee wielen. En ik wil hem ook eens de kans geven om over zijn passie te komen praten. Dus welkom, Tom Bonen. Thanks. Dag Tom. Hey, welkom terug in de paddock voor de eerste keer in deze studio. Ja, ja inderdaad. Een ja. beetje wel, hè? Ik, uh, Het is een beetje een tendens aan het worden dat de studios zo wat klinischer worden. Hè? In de wielrennerij zijn we er ook mee bezig. Ja, het is zijn ja, want... een andere gezelliger. Kijk, maar er komt binnenkort nog een ander aan. Het is voor na de zomerstop. Dus ik weet niet hoe die eruit gaat zien, maar die jo, gaat, die gaat gezelliger is er, worden. Om, Dan kom om, je nog eens. Meer knuffels. Gewoon ja, je, dat bedoel ik. Dat was ja, zacht. Je he, vond het en. zo plezant bij ons dat je zelf een podcast bent begonnen. Ja, inderdaad. Ja, we waren ook al bezig we, ja, we waren al bezig. we waren ook al bezig. Maar inderdaad, ja, veel over de koers gepraat al dit jaar. En nu eindelijk tijd om nog eens uh, hier te gast te zijn. Hoe ja, wist het met de eigen racecarrière? Uh, goed, ja. We hebben uh, ons eerste Carrière cup weekend twee weken, drie weken. Drie weekend geleden of twee geleden. Ja. Ja. En dan vorig weekend samen Hockenheim nog gedaan, 12 uur wedstrijd. Carrière Cup was goed geweest voor ons allebei. Ik denk dat we alle twee zo in het onbekende stapten, we hadden niet heel veel trainingen kunnen doen. Um, beperkingen in agenda, mogelijkheden. Het, Allee, het was weinig trackdays, weinig testdagen mogelijk. Ze we hebben eigenlijk maar twee goede trainingsdagen gehad. Um, dat komt dus de raceweekend aan tegen gasten dat er al negen à tien jaar in die Carrera Cup zitten, die al die evoluties van die wagens hebben meegemaakt, die al zo lang in een Porsche rijden. En een Porsche is gewoon een heel specifieke wagen. Dus uh, kant en klaar, gewoon echt, er bestaat niks zoals we zo de 911 qua layout. En uh, daar heb je gewoon veel tijd voor nodig. Maar ja. alle twee een klein succesje behaald. Dus podium bij de races en uh, dat is goed. Hè? Een klein succesje? Het podium is uh, meer dan een klein succesje. Toch? Ja. ja, absoluut, maar ik denk dat we vooral er al twee bij ingestapt zijn in de carrière -cup om uh, dit jaar een, als leerjaar te zien, met natuurlijk uh, het maximaal haalbaar, haalbaar resultaat uh, te, te, na, te, na te jagen. Maar um, ik denk dat we dit jaar wel nodig hebben om die aansluiting met een top in onze klas zelf ja. vooraan te vinden, want het ligt heel dicht bij elkaar. Ik heb gisteren toevallig nog even een carrière Cup Duitsland gezien. Moet eens kijken als je de mogelijkheid hebt. Die zaten op de Red Bull Ring, die laatste mm -hmm. race. Dat was echt fenomenaal. Dat wordt hard gereden hard gereden. Is dat nog verbeterd, Sam? Tom? Ja, ja zeker. Um, ik denk dat de afgelopen twee jaar dat we ook samen hebben gedaan in, in die prototypes, ja. bij, bij dat dish racing, was, ja, was denk ik goed, omdat daar leerde zo snel rijden. Ja. Hè, een auto met Downforce, dus je gaat veel sneller in de bochten. Je kunt laten remmen. Uh, op een bepaalde manier is dat bijna misschien gemakkelijker dan met de Porsche, want je moet minder werken. Ja. Het, is, het is meer een duidelijke lijn. Maar je moet jezelf wel mentaal pushen om, om zo snel te. Durven gaan en als je durft en snapt hoe het moet om het uit te voeren, want het moet natuurlijk wel op de juiste lijn zijn en dan spreekt dat niet in Damforce. En ik denk dat Tom daar wel heel veel van heeft geleerd, en als je dan nu naar een eigenlijk toch tragere auto terug gaat, ja. naar die Porsche, um, helpt dat wel omdat je iets meer headspace hebt gecreëerd om te kunnen nadenken tijdens het rijden. Um, en ik denk dat dat heel duidelijk uh, is geworden al in de eerste weekend. Dus. Dat is dan ook weer een beetje de moeilijkheid, omdat je stapt dan in die Porsche, dat is een fenomenale wagen. Dat, is, dat is eigenlijk, als je de wetten van de fysica een beetje begint over na te denken, dat weegt 1250 kilo en dat gaat hard, dat denk ik. Ja. Maar um, het lijkt allemaal te traag te gaan. En die auto moet je gewoon heel veel respect geven um, in zijn gewicht, in zijn, zijn, zijn gewichtsverdeling, waar het de motor ligt natuurlijk. En, ze is het veel te veel te wachten, naar mijn gedoe. In ja. de auto is het veel meer, je bent constant iets aan het ja, doen en bij een Porsche er veel wachtmomentjes. En als je die wachtmomentjes probeert te forceren, dan gaat het trager in plaats van sneller, want dan zitten we onderstuur te creëren en dat soort zaken. Dus dat is vooral denk ik het leerproces dat we alles weer nog uh, doormaken nu, uh, ieder op ons niveau natuurlijk. Ja. En uh, waar gaan we er wel komen? Ja, ja het is ook die, inderdaad met zo'n Porsche weegt gewoon heel veel. Hè. Die Norma, die prototypes, dat weegt amper iets. Dus de druk dat er op die banden en zo komt, en de invloed van het gewicht is gewoon veel kleiner. En als je dan begint te pushen met zo'n Porsche, dan, dan gaan die banden heel snel veel te warm worden. En dat is de vicieuze cirkel ja. die we kennen. Dan gaat het slechter en slechter. Dus uh, het, is een, het is een leuk leerproces, denk uh, ik. Ja. Waar wanneer zijn, zijn de volgende wedstrijden? Uh, 11, 12 juni. Ja. in Zolder, ja. En zand voor twee weken daarna. Okay. Dus mensen kunnen komen kijken ook, hè, voor Absoluut. Nou, ik ook, ik Met deze komt kijken. We rijden allebei voor de dus uh, kom er eens bij zeggen. Kom kijken, we rijden ze allemaal kapot. Heb <laughs> <laughs> je op de bank komt dan wel? <laughs> Oké, okay, prima. Uh, je, je doet <laughs> nog meer, Tom. Je hebt je hebt toen eigenlijk een bril uitgebracht. Ja, onder andere. Ja. Ja. Proficiat. Ja. Ja. Ik dacht, we, we gaan een katoken krijgen, Sam. He? Een speciale op dit lunetbril. De post ik heeft, heeft dat nog niet. Ik denk, ja, b-post weer. Uh... Oh, ja. Niet op tijd, hè, want ik, nee, ik was ook wel aan het wachten. Maar... Nee, kijk. Ik ben de mijnen al kwijt, bijvoorbeeld. Nee, nee, je kan ja, 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 niet he. zeggen dat je er maar één hebt. Ja, oh, ik heb een hol en een ander liggen, ook, maar. Het is geval, mijn eigen bril. In ieder geval. Dus, het verhaal van de bril, dat is als volgt gegaan. Um, Eline is dan bij mij gekomen. na nou, lange aandringen, want ik ken haar eigenlijk. Helemaal niet zo goed. Uh, Arman wel, Michael Roskam en zo is via via natuurlijk dan is een, een, een lunchkit tot, uh, tot stand gekomen. <coughs> en toen kwamen ze met dat idee om een beetje een sportief mooi brilletje op de markt te brengen. Ik zei, ik wil dat wel doen, maar ik zei, dat gaan we proberen om ja, de grenzen van het mogelijke gaan te verkennen. Wat kan er allemaal aan met een uitleg technologie? En dat is voor hun een beetje een proefprojectje geweest. En ik vond dat wel super interessant, want ik, ben, ik heb wel een klein beetje een brillenfetisch. En uh, ja, zodoende hebben we een bril op de markt gebracht en uh, de verkoop gaat goed. Dus dat is wel een succesje. Een superlicht brilletje ook. Ja, ik heb hem ja. opgehad. Het is heel licht heel, en flexibel. Heel licht, flexibel, maar het voelt ook wel. Het is, het, is, het is geen plastic. Het is een, een soort ja, organisch materiaal. Niet echt het is van Kesterbeans. Dat trekken ze dan zo'n aminozuur uit. En dan maken ze daar printmateriaal van. Het is een 3D geprint brilletje. Maar je voelt dat, ik vind dat je dat voelt. Dat je hebt op je hoofdbestand dat het geen plastic is. Dat is precies niet artificieel. Het voelt nee. ook heel leuk en licht aan. Zo. Ja. Dat geeft zo'n soort organisch korrelgevoel op je hoofd. Maar het is gemaakt ja. van. van van, Van koffie, bonen, ja. En ja. dus, expressje dan voor met je naam iets te doen Ja, <laughs> ja. <laughs> Enkel in zwart ja, nee, koffiebonen. Ja, maar je komt dan dus. bij die firma Materializes dat in Leuven. Die doen die 3D-printing. Dat bedrijf is echt een supergoed Belgisch bedrijf trouwens. Die doen ook zo protheses en al printen. En uh, die hebben dan zo verschillende producten, wat je dan mee kunt gaan printen. Ja, dan in één keer zo Kesterbeans. Beans, Oh, Ja, oké. Okay, ja. Dan stop het. Dan, weet ik al wat dat je moet doen natuurlijk. Zou ze dan hebben gezegd van ja, dat is een bril die we ontwerpen voor Mr. Beans. Oh, die mensen zo, what the fuck? Op zo'n grote schaal? Oh, Wauw. Wel een badass campagne. Ja, dat was goed, hè? Yo, cool. Was goed, ja. Echt? Ja, ja, heel cool. En die lounge, we zijn allebei ja, geweest. Ja, ja dat is uh, over gepraat geweest. Ja. Ja. <laughs> ik ik veronderstel dat over gepraat is. Stel je voor dat je gewoon aankomt. En... Maar kijk, we zien wel wat er van komt. die foto's nu in de, de living zijn. hangen zo in het groot? <laughs> nee, er anders wel Oké, We moeten zo'n poster fixen en dan dat we die hier even <laughs> kunnen ophangen. Ja, inderdaad. Ja, dat is goed voor de volgende keer. Oké, okay, dat is ja. goed. We gaan we fixen. Oké, okay, we gaan het over de Formule 1 hebben. Ja. Uh, er werd in Barcelona gereisd dit weekend. Um, dat is een circuit. Dat iedereen van buiten kent. Ja, waarom wordt er eigenlijk altijd getest in Barcelona? Waarom is dat daar? Um, ik denk een stuk de karakteristieken van het circuit. Um, het, is, het is een snel circuit met lange bochten. Maar ook wel een heel technisch circuit met een aantal tragere bochten. Zeker die, die laatste sector. Vroeger was die veel sneller. Hè. Ze hebben die toch een beetje lelijke chicane erin gelegd. die niet echt goed voelt als je rijdt. Maar, maar in die zin is het wel representatief uh, voor een heel aantal circuits op de kalender, denk ik. Plus uh, de kans op goed weer tijdens die testingperiode vroeg in het jaar. En niet heel ver te moeten reizen. Uh, voor de meeste teams die natuurlijk based zijn in Engeland uh, of in Europa. Dus ik denk dat dat een aantal factoren zijn uh, die ertoe hebben bijgedragen. Dus het is in die zin wel een circuit dat de teams ja, heel goed kennen. Hè? Ja. Dat je daar je zelf graag. Um, ja, ik rijd er graag. We hebben trouwens onze testing daar, ja, he, als we, eerste dagen we, met de Porsche. We waren dan de enige twee dat daar we slecht weer hebben gehad ook. Ja, ja dat is echt, echt twee dagen zo, maar licht we, druppelend, we, we, niet, niet, niet genoeg water om de regenballen te rijden en te nat verslikken. Ja. Twee dagen aan het testen hebben we, denk drie of vier, maar vier of vijf uurtjes gehad dat we nuttige dingen kunnen doen. He, de rest is in het water gevallen. Ja, oh, 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 oh. ja dat is wel zo geweest. Maar het, was, het is wel, ja. het is wel het is een leuk circuit. Ja, hè? ik rijd er ook heel graag. Ik heb er al uh, twee keer de 24 uur mee gedaan in Barcelona. En, dat is en ja. uh, ik vind het echt een heel, uh, heel uitdagend circuit. Ik hou altijd wel van circuits waarin de technische stukken snel zijn. En Barcelona, zeker ook die laatste sector, dan, dat is een heel moeilijke technische sector, waar je geduldig moet leren zijn en, uh, en juist zit, echt juist zijn. Dus dat is een leuk circuit. Maar ik denk ook vooral, maar als ze dan uh, zoveel jaar geleden daar begonnen zijn met die testdagen, dan mm. hebben ze ook altijd wel een uh, vergelijk. Je kunt nu niet gaan veranderen van circuit als je dan met nieuwe auto's en met nieuwe updates gaat gaan. Dus dan moet ik eigenlijk altijd verplicht om terug te gaan op hetzelfde circuit. Dat ja. het is ook wel een leuke coté om te verblijven, natuurlijk. Het is eigenlijk een voordeel voor de wedstrijd dat iedereen. Dat circuit zo goed kent? Uh, ik weet het niet goed. Want... Want, want soms in Formule 1, allez, zoals we uh, dat, dat soms zeggen, is die sprintformat weekend. Want het is net leuk dat je dan maar één vrije training hebt voor de quali, um, omdat ze eigenlijk minder goed zijn voorbereid. Dus het level gaat omhoog natuurlijk, dus ze het circuit kennen, maar ergens de foutjes die misschien gemaakt gaan worden, zijn, zijn minder voorkomend. Dus in die zin denk ik van ik niet dat dat per se beter is voor het wedstrijdverloop. Ik denk dat het soms leuk is in zo'n sport als de Formule 1 die altijd perfectionistisch is, dat er eigenlijk minder voorbereiding is. Dat het dus. zoeken is voor de piloten ja. ook. Ja. Um, iedereen komt wel altijd met veel updates naar Barcelona. Is dat ook omdat daar getest wordt dat ze het kennen, dat ze dan denken van oké, okay, nu kunnen we die updates meenemen? Ja, tuurlijk. Ze zijn gaan testen voor het seizoen. En, en dat is dan de baseline, zal ik zeggen. De basislijn dat ze kunnen vanuit verder werken. Dus dat is hun referentie, ze hebben die data al en alle circuits die dan volgen, zeker met, met een nieuw tijdperk, een nieuwe auto, is altijd nieuw. Dus, um, dus op basis van die eerste referentie tijdens die, die wintertesting, kunnen ze al een update beginnen bouwen voor afgelopen weekend. Vonden jullie het de moeite eigenlijk? Want er gebeurt vaak weinig in Barcelona. Hè? Als we kijken de laatste jaren, veel spektakel hebben we daar niet gezien. Ik denk uh, dit jaar wel. Hè? De nieuwe auto heeft er waarschijnlijk ook veel mee te maken. En, uh, er zijn toch veel dingen gebeurd die je dat de voorbije jaren niet gezien hebt. Hè? Mm -hmm. Is dat die nieuwe regels vooral, denk je, ook? Die nieuwe wagen dat ervoor gezorgd heeft dat er toch. Nu meer oh, te doen toch, was. Toch. In combinatie met de heel hoge temperatuur. Misschien ja, ook en dat het oude park. Wordt er wel, denk ik, closer geraced dan de voorbije jaren. Ik vind het wel aangenamer. als ik kijk. Eigenlijk... Ja, en, mm -hmm. en als je er zelf rijdt, zeker zie je dat die bochten zijn echt lang. En natuurlijk met Downforce en die dirty air, waar de vorige generatie auto's echt slecht ja. in werkten, of niet in werkten. Um, met een lange bocht is dat natuurlijk nog meer het geval, hè, want je rijdt er dicht achter en, en dat effect wordt sterker en sterker en je moet afstand nemen of je rijdt de banden kapot. Um, dus in die zin is dit een circuit dat net de sterke kant van de nieuwe generatie naar boven brengt en ik vind wel dat je dat kon zien. Maar langs de andere kant, onze, onze evaluatie ervan is denk ik al heel het seizoen geweest, het, het gaat de goede richting uit. Maar het is ook geen magische oplossing. We blijven natuurlijk in een, in een sport zitten met aerodynamica en daar kunnen we niet ineens voor zorgen dat die auto's als een treintje kunnen rijden. Nee, dat kan gewoon niet. niet nee. ja, bestaat er een magische oplossing? Nee toch? Nee. Dat is het gewoon die niet? Allemaal, uh, allemaal in een Porsche steken. Ja. ja. Heel simpel. Ja, dat is. Ik heb ja. dat al een paar keer gezegd. Eigenlijk zouden ze zo de, de finale gewoon iedereen in een Porsche cup, allemaal op dezelfde auto en dan, dan, dan weten we het hè. Dubbele punten. Dan weten we wie dat het beste is. Dubbele punten, allemaal in een Porsche. Uh, allemaal gelijke wapens. Nee, maar inderdaad. Ik denk dat er... Uh, er is geen magische formule om met aerowagens in één keer super close racing te te verwezenlijken. dat gaat gewoon niet. Mm. maar de stap die gezet is is echt wel een stap in de goede richting als je dan ook het, uh, terwijl de, tussen Russell en, en Maxi, uh, ja. dat was in, met de vorige generatie auto's was dat gewoon niet mogelijk geweest. In die een bocht, dat gaat niet. Dan, dat is ondenkbaar geweest. Nu kan hij achter blijven, hij kan vol er langs, er terug langs. Allee, echt, is dat volledig niet zijn gat. En uh, dat ging vroeger niet en nu wel. Dus ik ja, denk dat een mooi voorbeeld was van wat er met deze auto wel kan. Mm. Uh, wat we ook zagen is dat het eigenlijk er allemaal fantastisch uit leek te zien voor uh, Ferrari en Charles Leclerc. Want uh, die had geen last van close racing, die was al lang weg. Ja. <coughs> Iemand geraakt er nog maar in zijn buurt. Ja, en dan ja, heeft hij pechproblemen, dat geluidje dat was, dat klonk echt niet goed. En ik was er een beetje van, van geschrokken. Want als er nu één ding is wat we van Ferrari geleerd hebben dit jaar, is dat, het, ja, dat die wagen echt heel betrouwbaar leek te zijn. En ineens was dat weg. Ik vond dat deel heel, heel bizar. Maar gelukkig zijn er nog verrestingen. Uh, dat, gaat, dat gaat toch voor een spannender seizoen zorgen in die zin. Maar ze waren inderdaad even verrast als ons, denk ik. Want uh, ik laat met JB Notto zei. Van het eerste dat wij ervan zagen of woorden was toen Leclerc zelf op de radio kwam. Dus het is niet, meestal zien ze in de dataal van. Oeh, er begint hier iets mis te lopen. En dan kunnen ze dat doorgeven. Maar nu was het echt hij die het als eerste voelde. Dus zo um, sudden was het. He. Het was echt plots. Uh, en, en dat zorgt misschien toch wel ergens voor. wat schrik bij Ferrari. Want wat is het dan? He? Uh, vandaag wordt die motor denk ik, in Maranello al uit elkaar gehaald en zo. Maar ja, het is te hoop, hoop dat het gewoon iets stom is. Uh, er zitten natuurlijk al wel wat kilometer op, op die motor ondertussen, hè. zes raceweekends. Maar het, het is voor hun eigenlijk heel lastig dat dat net valt voor Monaco. Want je probeert meestal Monaco nog door te komen met die motor. Ja. Uh, daar moet je niet heel veel power gebruiken. En dan is het ideaal om de race na Monaco eventueel een verste uh, blok te gebruiken. Dus in die zin zal het toch uh, voor Ferrari voor wat moeilijkheden zorgen. Hè? Ja, voor Leclerc zelf ook. Hè. Want die reed met zoveel vertrouwen rond. Als er zoiets gebeurt, je vertrouwen in die wagen is sowieso aangetast, toch? Ja, ik, ik denk ook. Ik, uh, ik sta stem erin bij: als er een elektrisch probleem was geweest, dan hadden ze waarschijnlijk al een aantal minuten, of zelfs een kwartier of twintig minuten voor aan het zien aankomen. Die naar er echt mee gaan en ziet ze stuk gegaan. Een, een zuiger of, of ergens een klep of zo die blijven steken is en kapot gegaan is. Natuurlijk is dan de vraag: moet er een nieuwe power unit in of niet? Ja. Kan dat hersteld worden met voldoende vertrouwen om Monaco nog door te geraken? Want Le Claire Monaco, Monaco dat is al een beetje ja. een, een drama te ja. worden. Ja. Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, dus in, uh, die gaat dat waarschijnlijk weer achteraan moeten gaan starten. dan. En, uh, Je mocht er enkel wonen, maar niet winnen. Ja, dus, met die, uh, die historische. Die de, uh, ja, geen remmen. Ja, nee, echt een schijf ontploft. Blijkbaar, dat... Ja, ik heb er een foto daar gezien. Gelu ja, maar gelukkig was het dat, hè? Ja, ja. Ik dacht ja, ja, eerst ja, je ook, hij even... heeft geen tussengas of zo gegeven. Met die auto's was zijn natuurlijk nog helemaal anders. Maar, um, maar ja, gelukkig op dat... dat stuk, hè? Stel je Allee. voor dat hij effectief gewoon gecrashed was gewoon door een, door een, door een, door een driver, fout van hem? een driver error. man. Ja. met zo'n klassieke auto. Maar het zag er wel ongelooflijk knullig uit. Hè? En vooral wat je zegt, het is opnieuw ja. Leclerc in Monaco. Dat ja. loopt altijd mis. Ja, het is niet te geloven. Hè? Zo, hij zou dat toch eens een keer echt als een prestatie moeten neerzetten. Dat is waar het beest zo van tafel is. Want ergens speelt dat wel mee. Hè? Dat is ja. psychologisch. En je kunt zeggen, oké, okay, je ja, hoofd heeft misschien geen invloed op wat er met je auto gebeurt. Maar precies toch wel. Natuurlijk wel. Ja, en stel dat je dan een pool haalt en, uh, en hij is die race aan het leiden. Inderdaad, en puur psychologisch. Ik doe driekwart van die race goed, maar Monaco is er is zo weinig marge voor een fout. En begin je misschien zo de laatste mm -hmm. half uur zo te veel na te denken. Van waar als ik nu zelf iets fout wets, een oh. auto het is overleefd, maar ik doe niets fout. Ik denk dat dat vaak als racer ook uh, meespeelt. dat de barrière, hè? Ja, van hem heb je te veel begint te denken. Ja, en de veiligheid bouwde in om, uh, om comfortabel te zijn. Hè? En natuurlijk, als je niet goed bent, of je voelt je eigenlijk niet goed of vel, of je zit met te veel marge, dan zit we gewoon te traag. Soms is het dus makkelijker dan, om je, ja, ja, die je klein op moord, de limieten te zitten. Ja omdat je dan weet, van, je doet het je maximum. En niks te verliezen hebben, zo. Ja. niks te bewijzen hebben ook niet. En dan werkt alles het beste. Ja, en en, dan en zeker is... als je nu je achterhoofd ook hebt van, oké, okay, vorig jaar ben ik hier in de kwalificatie gecrashed. Ik ben hier met alfa, ben ik hier gecrashed. Elk jaar is er iets misgegaan ja, ja? voor die Echt? mensen. Ik ja. denk dat dat aan een tijd ook wel begint mee te spelen. En ja, als je tijd hebt om na te denken, dan... Dan heb je echt ja, een groot probleem. Ja, in de race ja. Zeker, een raceauto zeker en mooi dat ik geen tijd hebben. <laughs> Nee, Absoluut. Um, maar ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen voor volgende week ook met die, voor die wagen van de en van, van Ferrari. Um, Te want, weinig tijd, hè? Want dat is één, er is weinig tijd. Maar ook als we keken naar wat er aan het gebeuren was, opnieuw dominant, hè? Leclerc leek met zijn vingers in de neus op weg naar, naar een nieuwe overwinning. Ik denk niet dat er iemand nog maar in de buurt was geraakt gisteren. Ja, het leuke is dat Ferrari echt wel een soort van rust over zich gekregen heeft door de seizoenstart. Ja. En um, ik denk nu ook niet dat ze nu in één keer super zenuwachtig gaan worden hierdoor. Maar ik denk dat ze wel uh, ja, het, natuurlijk ten gronde gaan uitzoeken wat er juist gebeurd is. Maar um, ja. nee, de, de kalmte bij Ferrari in het algemeen uh, verrast mij zelfs. Ik um, dat vorig jaar inderdaad een beetje een schakeljaar geweest is voor hun. Dat ze zoiets hadden van gezegd, ook in die boxen. Die waren chill, die, wouden, die waren zelfs in het vechten hebben de constructeurstitel. titels Nee, nee, en dat is. Koffietjes drinken en pasta eten. <laughs> en, uh, die wel pasta go gaan. En je hebt gewoon een cash gewonnen. Je ziet het aan alles, vind ik ook. Uh, de uitrusting. Ik vind dat alles wat precies een update heeft gehad. En ze zien er gewoon allemaal uit. De Die is mooi. Het is helemaal de mooiste stotters in het veld, vind ik. En het marcheert. En um, ja, de flow zit daar goed. Het marcheert, behalve bij Carlos Sainz. Want dat was opnieuw de, ik vond die opnieuw de teleurstelling van het weekend. Ja, ik ben er niet helemaal oh. mee akkoord. Nee? Zeg nee. maar. Ja, ik vind dat science is natuurlijk uh, vergaat een beetje in het niet bij de clear. Het Is altijd zo net niet. Maar um, ik ben niet, ben niet, helemaal akkoord met een tendens dat ze zeggen van dat je niet goed aan het rijden. Is ik denk. Uh, het, is, het is moeilijk, hè? Zet... soms één klein foutje en je zit in de greenback en dat komt dan direct zo ja. mega slecht over alsof dat je niet kunt rijden. Wat natuurlijk absoluut niet is. Ik denk dat er wel een tendens is dat Leclerc beter om kan met die nieuwe wagen, ja. maar, maar dat je eigenlijk in elk team. Je ziet ja. altijd wel één iemand van de twee. Ik zou bijna durven zeggen dat dat bij Russell en Hamilton ook het geval is. Die auto is zwaarder, chunkier, dikker. Ja. Uh, en je ziet ook, dat zei je ook afgelopen weekend, dat de achterkant nogal hard schuift, hè. wat oversturend, uh, zeker op dit circuit. En, en sommige mensen kunnen met die snap-overs, die plotse overstuur, kunnen er iets beter mee om. Um, maar ik vind, wat, wat klopt, uh, wat jij zegt Tom, kijk naar Verstappen, die maakt in dezelfde bocht een fout. Ja. De, hey, Verstappen die zo'n car control heeft. Dus dat, dat was voor, voor mij toch zo een beetje een pleister op, op de wonden van Carlos Sainz. Maar Kelo ik heb het zelfs niet S. helemaal over die, over die spin. Het gaat meer over daarna ook. Ik vond dat hij... Geen sterke indruk. Nee, hij was te weinig aan het. Pushen is misschien verkeerd gezegd. Maar ik had wel verwacht dat hij nog meer ging proberen om dichter bij dat podium te geraken, om zeker dichter bij Russell te geraken, is voorbij Hamilton geraakt puur en alleen omdat Hamilton moest inhouden, ja. omdat hij niet meer ja. door mocht gaan, van, uh, van, uh, kon gaan van zijn ja. team eigenlijk. En als dat niet was gebeurd, als Hamilton gewoon geen probleem had gehad met zijn wagen of die instructie niet had gekregen, dan was Science vijfde geworden. En als je kijkt naar de goede Ferrari's, is dat dan wel voldoende? Ja, maar wat Sam zegt, Sainz was vorig jaar in uh, 80% van de wedstrijden de meerdere in het team. Ja. En dat hij gewoon veel meer tijd nodig heeft om, uh, om de nieuwe wagen helemaal de baas te worden. Maar um... ja. Het is niet omdat je iets meer struggelt met een auto dat je slecht aan Ik denk dat hem vooral op het einde van de wedstrijd de prijs betaald heeft van inderdaad soms wat overdriven met die en bak. En dat zie je in veel wedstrijden terugkomen. Um, en dat hem daardoor gewoon op het einde van de wedstrijd niet veel band meer heeft. En Want ik we denk... hebben het ook over, daarnet gehad over, over, uh, over Leclerc die te veel kan beginnen nadenken in Monaco. Ja, als dit, dit, het was de zesde race van het, week, van, de, van het seizoen en elke week gebeurt er wel iets met Sainz. Mm -hmm. Elke week merkt, merkt hij dat Leclerc sneller is. Ja, dat kan ook in je kopje kruipen, hè? Ja, absoluut. Maar ik denk wel, als we eigenlijk kijken naar zijn begin bij Ferrari, um, was dat een beetje hetzelfde als nu. Ik denk dat zijn methode van iets te leren soms is om te snel over de limiet te gaan, om zo sneller te herkennen wat de limiet is, wat ik wel snap, ergens. En in dat proces er, ergens gewoon accepteert van dat gaat samen met crashes enzovoort. Want dat was in het begin ook veel gecrashed bij Ferrari. En dan ineens stopte dat en werd dat enkel beter. Um, hey, laten we hopen voor hem dat... dat Dezelfde methode is deze keer, en dat hij gewoon probeert en zichzelf de kans geeft. Um, maar ik denk dat hij het sowieso wel in zijn hoofd kruipt. En ook die slechte start. Hè. en een hele slechte start. Hij ja. viel bijna stil hè, Ja, bij die start. Uh, ja, inderdaad. Dat komt wel vaker voor bij hem hè. Ja, zo... wel knal erop of helemaal niks. Dat is wel een normale start. Maar hoe is komt het, dat eigenlijk dat het zo Is het aan focus is het aan inderdaad dat u niet super goed voelt want het is ja, natuurlijk het meest spannende moment van de race. Ja, voilà, en zeker uw thuisrace dat je dan Ja, dat is ook in je, waar ja. die, deze specifieke wedstrijd aan. Ik denk wel uh, allee, dat voetje wel wat trilt. Ja. Ja. De reden dat ik ook zeg dat het is een teleurstelling is, net omdat we weten dat dat zo'n goede piloot is. Omdat we weten wat hij jaar ja, ja. heeft laten zien, ja. ook toen het niet altijd gemakkelijk was in, met, die, met die Ferrari, dat hij er toch redelijk mooie dingen mee liet zien. En dan valt dat verschil met de gewoon extra hard op, lijkt mij. Natuurlijk, die wagen, inderdaad, wat je zegt. Die is niet voor iedereen gemaakt. Kijk vorig jaar naar de Red Bulls, hoe daar, hoeveel moeite Peres daarmee had en hoe gemakkelijk hij nu met die Red Bull van dit jaar rijdt. Voilà, hè, Het is een beetje uh, wat past er bij uw rijstijl, bij de natuur van hoe je rijdt en waar je goed bij voelt. Voor sommige piloten was dat de vorige generatie, voor anderen is dat de nieuwe generatie. Maar het, zijn allemaal, allez, het, is, het is het hoogste niveau hè. en er is genoeg data en beelden om te vergelijken. Dus ik denk dat de meeste jongens wel uiteindelijk zich zullen kunnen aanpassen. Wat ik nog wel interessant vond om, om misschien het hoofdstuk Ferrari af te sluiten, is dat zij hebben gekozen om in hun tweede filmdag, niet in het begin van het seizoen te doen, maar een week voor deze race, in Monza, in de aanloop naar Barcelona. En dat is wel super slim, want je krijgt 100 kilometer dat je mocht doen wat je wilt. Het is gelimiteerd tot 100 kilometer. En je krijgt demobanden van Pirelli, maar voor de rest mocht je knallen, om het zo te zeggen. En je mocht updates proberen. Dat, en dat concept, vind, ik wel, vind ik wel heel slim, Voor mensen week... Filmp, na... Voor mensen die... Het niet ja. kennen, want... Even eerlijk zijn, dat klinkt heel loesje. Zeven, hè? Zeven, is... hè? <laughs> dat is een dag dat je promofilmpjes mag maken voor je auto, gezegd. maar iedereen gebruikt dat gewoon om te testen. Tuurlijk, natuurlijk. De ja. uh, Golden Ticket. Dat is toch niet normaal? Ja, het is, het is, het is een beetje een loophole zo in het reglement, uh, maar iets dat de, de Formule 1 zelf eigenlijk ja, in de hand werkt uh, en geeft aan de teams: hè, van, ja, je mocht inderdaad filmen voor promotionele doeleinden, maar uiteindelijk kun je gewoon. Kunnen gewoon testen en je gewoon knallen. Maar het is heel slim dat ze dat... Ah, het zegt ook iets over hoe goed ze zich voelden voor het seizoen. Die waren heel overtuigd dat het in goed ging zijn. Dus die dachten: we hebben die een tweede dag niet nodig voor het seizoen. Voor updates te doen. We gaan die houden tot Barcelona, de, de, wanneer de grote updates komen. Um, en dat te kunnen doen voor Free Practice One. En al te weten wat je hebt aan die updates. Dan starten we wel heel sterk aan u. Maar heb je daar echt wel iets aan? 100 kilometer? Is dat genoeg? Om dus dingen meer te verifiëren. Te te Ik denk dat er, uh, 99 van die zaken wordt ook op de computer. Het uh, is en data, en, he, ja. tijd dat je hebt in de windtunnel nog gedaan. En dan is gewoon verifiëren werken het, he. het is ja. gewoon het, het vertrouwen hebben in uh, de berekeningen. en uh, de, de stukken die je veranderd hebt. He, om okay. die, dat te bewerkstelligen. Hmm. He. Ja. Um, Verstappen die heeft gisteren gewonnen. En heel wat kritieken die je dan online leest zijn. Ja, vooral Max Verstappen heeft het cadeau gekregen. Zijn jullie het daarmee eens? Heeft hij het cadeau <laughs> gekregen gisteren? Ik hmm, denk dat niet. Nee. Ik denk dat er uh, de teamorders waren op het moment dat, uh, dat Perez niet mocht passeren. was dat Max en een DRS niet, niet werkte. Maar uh, op het moment dat er dan. Ja, is het met iemand die dat nu de leiding in 2K overneemt. Dus als je die kunt laten punten scoren, dan moet je dat sowieso doen. Maar die Na Max er sowieso voorbij was gegaan. Het is die boodschap van Perez. heeft de boodschap die, gekregen ja. van hij moest Max laten passeren op een gegeven moment. kwam misschien op een ongelukkig moment. Tijd, allee, de timing daarvan was misschien niet ideaal. Omdat wat je zegt, het leek alsof hij er gewoon wel. Voorbij zou geraakt zijn. Ja, het is, het, is, het is denk ik vooral spijtig, omdat Sergio. die wordt eigenlijk beter per race. Uh, per race. Um, oh. En nee, maar dat is, dat is los van de mop. Is dat wel echt. die zit misschien wel in de beste periode uit zijn carrière. ook natuurlijk in, in de beste kans van zijn carrière. bij een topteam als teamgenoot van Max Verstappen. En het is eigenlijk spijtig om toe te kijken en te zien dat. dat hij, mag je hem dat niet benutten nu? Kan dat, niet benutten. dat vind ik ergens. Erg en erg voor de sport. maar en de andere kent, hoe zou je zelf zijn met Max Verstappen in je team? Ze hebben niet altijd gokken daarop. Want hij vroeg het... Allee, dat, dat is toch dat is degene die, die is het uiteindelijk doel. doen. Als er een kans is om wereldkampioen te worden, met een Piloot, dan moet je toch toegeven dat Max Verstappen zal zijn binnen het team. Ja, het blijft natuurlijk, die mannen zijn ook gewoon dik betaald wat ze doen. Hè. En als je een ja. teamorder krijgt, dan moet je gewoon een teamorder volgen. Ja. Perez heeft toch ook zo'n Omdat... contract getekend met de wetenschap, ik ben nummer 2. Voilà. Toch... en ik denk dat dat in dat dit geval kan. eigenlijk niet de zaak doet, want ik in de max sowieso had gewonnen maar natuurlijk ja hoe breng je zo'n boodschap en ja de sociale media's en de commentaarsectie die staan natuurlijk open voor iedereen Dus je ja. hebt fans van alle allure dat erop op commentaar geven maar um, Lang leven sociale media. Tuurlijk, het beste wat er is: The Keyboard Warriors. Het beste ja, leger wat er is ter wereld. Ja, ja, Perez kan ook niet, want hij heeft zijn grote droom overigens bekendgemaakt vorig jaar van ooit wereldkampioen te worden. Ja, dat gaat dat nooit lukken. Als hij een team moet veranderen om ergens nummer 1 rijder te worden, dan gaat hij waarschijnlijk altijd een stap terug moeten gaan zetten. Dus de enige kans die hij heeft, dat zou dan bij Red Bull moeten zijn. Maar dan moet er al heel veel gebeuren. Want dan moet Max eigenlijk al ja, drie, voila. vier, vijf wedstrijden uitvallen voordat hij ergens in de running gaat komen. Zeker, top, zeker dit jaar niet. Want op een gegeven moment zei hij van ja, ik, uh, Max moet mij laten passeren, want ik ben sneller. Zelfs al is dat het geval, no way. Dat klonk, ook het klonk een beetje autoritair van zijn kant. Hè. Maar no way dat ze dat gaan toelaten toch, bij Red Bull. Dat ze daar nee. Achteraf was het ook van ja, oké, okay, wat er gebeurd was, um, we moeten er nog even over praten. Wat gaat hij zeggen? Wat gaan ze tegen hem ook zeggen? Dat is gewoon zitten en zwijgen, Matt. Tuurlijk. Ja, sorry. Bij Red Bull zeker dat is een team dat zo werkt en, en toch wel wat harder is, in, denk ik, in, in, met hun piloten enzovoorts. Christian Horner ook. Um, dus ik denk inderdaad dat, dat ze moeten gaan oppassen dat dat niet, dat dat niet gaat gebeuren nu met Perez. Mm. Want hij voelt zich duidelijk goed. Hij is snel, hij zit veel closer bij Max. Die in auto ligt hem beter hè, met, met, met onderstuur en dat bandenmanagement. Dus dat hebben we allemaal gezien. Um, ze moeten, ze moeten het nu in, in de hand houden en gaan containen. Zijn, als, als die persoonlijke ambitie bij hem, bij hem begint nou, te groeien, van, dat 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 te worden, dat dat is dat te sterk geworden. Dat is zo een, een steeds weerkerend fenomeen in alle sporten. Hè. Je kunt iemand in de comfortzone waar Perez in zit supergoed laten presteren, want eigenlijk heeft hij niet echt veel druk. Hij heeft een druk van ja, zijn eigen prestaties en, uh, en goed te rijden maar zit je in een situatie waar Max in zit: van jij moet het hier gaan doen, jij moet uw tweede wereldtitel gaan doen. Dat is iets anders. Soms bevries dat gewoon. Je zit dat in de koers, je zit dat in de koers je zit dat overal. Dat mannen dan in één keer. Ik had dat ook eens gaan proberen, want ik wil eerst de viool spelen. En dan werkt dat gewoon niet meer. Dan bevriezen die. Ja, voilà. Dat die dan de druk krijgen: als je dan toch niet meer in wilt zijn, nu moet je het wel doen. Voilà, dat tikkeltje. Ja. Dat tikkeltje zo van uh, uit je schaduw komen, dat is vaak een heel grote stap. Zeg. Maar je ziet dat ook heel vaak in bepaalde ploegsporten. Klopt. Het eerste jaar dat een ploeg voor een titel gaat en ze winnen, een titel, dan is het als één geheel. Maar de, de disease of, of more of the disease of me, heeft Pat Riley dat ooit genoemd, de legendarische NBA-coach. Omdat spelers dan aan het tijd zien: oké, okay, we hebben het als ploeg bereikt. Ik, was, ik had ook wel een belangrijke rol, maar ik kan meer. Dus... Ja. En dan blijkt achteraf vaak: hé, hey, nee. je kan meer, maar niet genoeg om de nummer één te zijn. Heel ja, een bepaalde ploeg. Ja, ja de underdog-positie is ergens een, een fijne om te hebben. Hè. Zeker Omdat... als je. Hè? Plus, jij krijgt er ook wel ja. sympathie mee, hè? Ja, zo, Want, voilà, 80 inderdaad. 90% van de mensen zeggen: die Perez die moet dat toch goed kunnen. En, en elke keer als hij dan zoiets zegt, dan is dat inderdaad van: ja, Zie je het wel, hij heeft hem moeten voorlaten. Ja. Maar in de realiteit ja. is dat gewoon zo niet. Je kunt het enkel beter doen als underdog. Hè? Ja. En als je vooraan zit, en je het enkel slechter doen en teleurstellen. Hè? Kijk nu naar Lewis Hamilton: die heeft terug de sympathie van de meeste mensen meegekregen, omdat hij wat tegenslag ja. heeft, omdat hij achteraan mengelt ja. en hè, Gisteren redt hij dan een goede koers. En dan in één keer dat terug. Ja, iedereen is terug mee. Terwijl dat de voorbije jaren ja. dat zo Dat een beetje een moeilijk. Want... Ja, hij heeft gewoon een goede wagen. Nu is ah, ja. Ja, Die kan toch met een auto rijden. Ja. Ja. Nien kon als een bekker. Dat is zo ja. 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 het verschil. Zouden ze die um, teamorders ook niet ergens geven aan Perez uit schrik voor een mogelijke aanrijding? Voor als Verstappen er voorbij zou willen dat ze effectief zouden duelleren. Ze kennen dat daar. Hè. Vettel webber om maar iets te zeggen. Ze hebben de, de, de is bij Red Bull hè. en Max. Max, die zo agressief is. Maar ja, misschien, misschien wel. Ik denk wel, ja, nu dat ik er aan denk, eigenlijk Peris met Ocon zeker. Ja, bij, was ook was kan ook altijd. Toen met nou, Dus ik denk, ja. denk dat dat misschien wel klopt, als je die twee heethoofden dan samen krijgt, dat het misschien uh, potje overloopt. Um, maar dan om misschien even de switch te maken naar, naar agressief rijden. Ik vond dat duel inderdaad met Russell, met de Mercedes, wel echt cool. Ja. En dan zag je ook van. Dan, 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 ik was echt onthopen van, ik hoop een Mercedes dat verder zit waar ze in die die opwaartse lijn, want dan zie je dat Russell die kan ook echt racen. Hè? Russell is echt een racer. Hè? En dat is, dat is wel cool, want die generatie van jongere piloten die heel getalenteerd zijn, hopelijk kunnen die teams een beetje op hetzelfde niveau komen en dan gaan we nog jaren kunnen smullen ervan. Ja, de toekomst ziet er fantastisch uit. Wow. Hè? Norris. Uh, George Russell, ja. Max, dat zijn allemaal gasten. Leclerc, 23-24. En Leclerc, is, ja. Leclerc, 23, ja, maar Leclerc, Leclerc is ook zo één, dat ja. is ook okay. een die lift ook niet. Het nee. zijn dus allemaal heel close duels en uh, niet, niet afgeven. Zo. En ik vind dat echt mooi dat ze daar zo wat de gaten moeten gaan inzoeken. Zo. Want ze zijn eigenlijk allemaal wel dezelfde stijl. En als je dan effectief een paar goede teams hebt, stel je voor dat McLaren een effectief stap ja. kan zetten de komende jaar, dat je met vier teams hebt die misschien door die, die salary cap die er is, door die kas cap die er is, dat die effectief ja. dichter bij elkaar komen. Ja, dan gaat deze sport toch alleen maar mooier worden om te zien nog. Ja, ik denk dat die salary cap soms lijkt dat van. Allez, ze mogen nu even veel uitgeven. Waarom zien we dan niet dat dat gelijk is? Dat is ook iets dat, dat maar levelt nog een tijd. Ja. Dat voordeel van jaren, maal vijf hebben we gespendeerd, is er nog altijd. En inderdaad, denk hoe verder dat we gaan gaan. Bij een aantal jaren gaat het toch veel, veel dichter bij elkaar uh, zitten. Level playing field. Um, en als je kijkt ook naar er was 300.000 man doorheen het weekend. Um, ja, Formule 1 zit gewoon in een supergoed moment en ik denk dat dat gewoon genieten is voor elke fan. Mm. George Russell, we zeggen dat al, al jaren: van, ja, dat is de toekomst van, van, van Mercedes. We wisten dat hij die talent heeft. Hij bewijst het nu wel elke week opnieuw dat ze duidelijk de juiste keuze hebben gemaakt om die mensen in het zitje van Valtteri Bottas te zetten. Mij niet, ten volle. Ja. Motiveerd. Um... Je ziet ook gewoon die gast die staat iedere keer in een auto met 110% ja. goesting, motivatie, leren, alles, iedere seconde benutten gewoon dat hij hem krijgt. En um, wat Louis waarschijnlijk in het begin van het seizoen gewoon moeilijker te verteren vond, is dat die auto niet op to date was met de rest van, uh, van, van het veld. Uh, maar hij heeft dan gewoon het maximaal nog uitgehaald, want ze reden wel met dezelfde auto op die momenten. Uh, nu met die updates denk ik inderdaad dat we kunnen spreken over Mercedes. Dat het gaat wel een echt fietsen is. Dus ik denk dat we voor de volgende weken heel interessante wedstrijden gaan krijgen. En ook bij Russell staat een goede kop op. Ja. Als je die hoort praten, ook na, na Slim, de race. Altijd. En, ook, en ja. ook met zijn ingenieurs, zijn radioboodschap. Ik vind altijd denk ik, dat hij inderdaad een clevere kerel je, je voelt gewoon, want dat is toch wel iemand met karakter en een mening, vind ik. Ja. Het is toch een persoonlijkheid. Je voelt dat, dat lijkt zo'n beetje nu teruggedrongen. en Je zou snel kunnen zeggen van. Oh, hij, hij rijdt nu voor Mercedes en, en dat is, is zo'n groot bedrijf. En, hij, en hij, hij past zich al veel te veel aan. En het is een beetje nu een pannenkoekenhouding van gewoon te spreken <laughs> naar wat het team wilt horen. Maar ik denk dat hij net intelligent is. Van, die probeert zich daar zo goed mogelijk in te werken en een basis uit te bouwen. En een beetje onderdanig te zijn, want hij is daar nieuw. Maar eens dat established is, denk ik wel dat we, hey, dat we voor de komende jaren nog een hele sterke George Russell gaan zien. Een baas. Ja. En een degelijke wagen. Als je hem achteraf ook hoorde zeggen, tenminste wat ze nu hebben laten zien in Barcelona, hij zei eindelijk hebben we die baseline van de wagen. Eindelijk hebben we de, de basis waar we... Ze snappen het nu. Ja, op verder kunnen voilà. werken. Want dat hadden ze daarvoor niet. Die, uh, dat stuiter, de purposing is er bijna helemaal uitgeraakt. Ja. Sterk gedaan van Mercedes. Maar als je dat ook als een piloot dat durft zeggen tegen de media... Dan weet je dat effectief daar ook aanwezig is, die, die, die basis. Anders zeg je dat toch gewoon niet? Ja, natuurlijk niet, want dat is natuurlijk hun, uh, hun camouflage. Ja. Je kunnen zeggen: het, is, het zijn wij niet, het is een auto. Ja. Dus uh, om dan echt volmondig uit te spreken naar ERI's weekend: van, we zijn er, we zijn op de goede weg, we hebben de basis te pakken. En uh, we hebben eindelijk begrepen wat er aan de hand was. Want dat is ook precies toch een moeilijke geweest. Wat ik raar vind voor Mercedes: om zo, uh, we hebben het er toch lang over gedaan, om uit te vogelen wat er net aan de hand was. Maar nu zijn ze er terug. Hè, dus... Ja. En dat het inderdaad wel een redelijk probleem is geweest. En dat het ingewikkelder is dan we allemaal beseffen. Ja, zeker als je weet hoeveel data dat er is en hoeveel ja. slimme mensen dat daar zitten. Ik begon ook nog een tijd te denken: hoe kan dat als ze dat niet weten? Dat is, dat is toch eigenlijk zotte. Je hebt een auto getekend met een bepaald idee. Je ziet dat er iets niet werkt. tak tak, tak, dat is dan dat. Nee, dus dat, dat moet toch wel super diepgaand iets heel, heel moeilijk zijn geweest. en Het is heel bemoedigend. Dat ze dat zeggen, we hebben de basis, we weten het nu. Nu kan het enkel beter. Want inderdaad op het einde van, van die race Ze hebben heel veel uh, problemen gehad met de hitte daar hè, in Barcelona. Het was ook super warm. De ja. temperature was eind 40 graden. Ja, en denk. het was buiten, was 536, ja. denk ik. Hè. Dus gewoon super warm. En, en, en die koeling natuurlijk, ze hebben een heel uniek concept. Hè. Die sidepot die, die amper bestaat op die auto, dus die koeling zit meer bovenop de motor achteraan. Dat zullen ze nu moeten gaan oplossen. Um, en als ze dat kunnen, dan, dan hebben we Mercedes dat tot het einde gewoon kan meestrijden in die race. Hè. Ja, die dus drie is... teams. Dat, dat is ook waar iedereen op hoopte voor dit seizoen ja. dat we drie teams minstens zouden krijgen die mee zouden strijden voor, voor mm -hmm. de titel. Um, en als we dan zien, ja, Russell staat vierde in de WK. Stond nog altijd. Hè. Twee keer op podium al. Ja, ja, Australië dan... eerste race. Ja. Uh, nee, dat was niet de eerste race. Begrijp, nee, de was de de race, de race. Tweede race was de eerste. Die heeft al twee keer op podium gestaan. Op zich. We, iedereen is superkritisch voor Mercedes natuurlijk. Door, door alles wat er in de afgelopen jaren is, is, is verwezenlijkt. Maar op zich, een team dat start uit zo'n hopeloze positie. Met een auto die uiteindelijk niet blijkt te werken. En die nu al terug daar zijn. Dat is toch wel goed gewerkt. Allee, oh, absoluut. Dat is toch wel, absoluut. Je moet er maar uitkomen. Hè? Ja. En Het is nog, nog maar Races 6 van de 22. Ja. Hè? Het toont ook al zo de complexiteit van zo'n auto bouwen. Hè? Als je dan kijkt, dat is Mercedes, zijnde. Ja. Dat is, dat is allee, de standaard waar iedereen naar op kijkt. En uh, zelfs die krijgen het dan nog verkeerd. En dat uh, vind ik toch wel echt straf, eigenlijk. Zeker omdat die inderdaad ja. die basis hebben van de laatste jaren. Je zou denken, die hebben zeven, acht jaar gedomineerd. Die zullen meteen wel die oplossing vinden. Ja. Maar langs de andere kant ook, doordat het Mercedes is, doordat we weten wat zij de laatste jaren gedaan hebben. en dat we nu zien, oké, okay, ze, ze doen weer een beetje mee. dan is dat vertrouwen ook er ook wel meteen in die ploeg om te zeggen, oké, okay, die kunnen nog meedoen tot het einde. Ja. Ja, ja, tuurlijk. En, en, en natuurlijk, nu begint iedereen zich terug beter te voelen. Dus ja. dat, 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 is, dat is plus, plus, plus. Dat helpt allemaal. Um... Die komen terug. Eindelijk hebben ze terug wat positiviteit. Dat, dat mag toch ook veel uit bij iedereen binnen dat team. Dus dat gaat niet enkel over Lewis Hamilton of George Russell. Maar gewoon iedereen dat er zit. Krijgt een beetje re reward. Want die hebben, die hebben uiteindelijk ook keihard gewerkt in de winter. Zie dat je een slechte auto maakt, dat, dat je niet hard hebt gewerkt. Dat ze evenveel. Ja, dus, is even ja voilà, of misschien zelfs, en zeker aan de afgelopen maanden meer. Ik diep moeten graven. Dus ik denk uh, Mercedes. Uh, ja, the only way is up. Hè. Mm, uh, wel straf, vond ik toch? Hamilton heeft dan uh, die lekke band in het begin, de eerste ronde, door die aanrijding. Ja, met Magnussen. Ja, um, en die radioboodschap, dan meteen zeggen: Zouden we de motor niet sparen? En ermee stoppen? Dat vond ik ook ja, raar. Ja, dat is raar, hè? Nee? Dat, dat is denk ik uh, de Lewis van de voorbije weken nog wel ja. Echt zo van: pff, amai, Wat heb ik hier had nog te doen. Ja. Maar dan achteraf toch goed hij er ja, Ik vond dat heel vreemd. Van, okay, Het zit niet mee. En dat is vroeger ook wel eens va vaker gebeurd als het niet mee zit, dat hij denkt van. ja. Ik spijt er mijn klak naar. Dat is natuurlijk een beetje de, de vloek van zoveel te winnen. Hè. Ja. En op een bepaald moment is het niet dat er een verzadigheid intreedt, maar je kunt veel moeilijker strijden voor een vijftiende plaats of voor een tiende plaats. En dan heb op dat moment echt gedacht van, ja lap, en dan kan ik kan hier gewoon degene die eraf gaat nog voorbij en, en dan gewoon finish de plaats waar ik, ik krijg. Maar om dan terug die gebetenheid te krijgen, en het gevoel te krijgen van mm. ik kan misschien toch nog eens proberen om, om me even aan te sluiten, dat toont toch aan dat er nog weerbaarheid is. Het is niet dat hem echt volledig gelaten rondrijdt. En uh, de auto dat hem nu heeft, denk ik wel, uh, dat dit ook een echt een heel motiverend weekend zou geweest zijn. En inderdaad, uh, die positieve flow dat er nu terug aanwezig is, dat gaat ook op hem, op hem afstralen. Ik vond die radioboodschap ook van zijn ingenieurs wel goed: van nee, Louis. We kunnen nog punten halen. Dat Proberen te motiveren. Met ja. We kunnen nog achtste worden. Ja. Daar heb ik heel hard mee gelachen. Ja. Krijg je daar zelfs punten voor? Daar had ik eigenlijk verwacht als reactie van hem. Hey, Louis wilde liever patatas brava's gaan eten. Maar nee, straks pas. Straks. Eerst even rijden. Um, over Teams gesproken, trouwens, daar straks niet gezegd. Vond ik een heel mooi het moment. Leclerc die valt uit. En heel veel piloten die zijn dan zo teleurgesteld ja. dat ze meteen vertrekken. Maar Die gaat iedereen nog bedanken voor het werk. Dat is een braaf manneken, hè. Ja, maar het is... Ja, maar het, het, het zegt ook... Dat is een, wel, een, rol, een, brave. Is een ja, maar het zegt wel veel over hoe die gasten in elkaar zitten. Ja. Het is inderdaad een team effort, maar heel veel rijders zijn dan zo op zichzelf gefocust, op die teleurstelling, wat ook te begrijpen is natuurlijk. Het zijn, het zijn winnaars. Mm. Maar dat hij toch nog de moeite doet om iedereen te gaan bedanken, maar ik ik vind vind dat vind ik heel mooi. Ik vind dat interessant. Is dat iets wat jij zelf in je in wielercarrière vroeger bewust mee bent bezig geweest? Met wat? Met Binnen, binnen dat team je verantwoordelijkheid te pakken. Allee, het is wel iets dat je actief moet doen, want inderdaad, binnen ah, de teleurstelling denk, kun je het afbollen. Ik denk, als dat en... niet natuurlijk komt van wie dat je bent, ja. dat dat niet gaat. Want dan okay. is dat geforceerd. Ik nou. denk, als iemand zei dat inderdaad daar mee begaan is en iedereen eh, vriendschappelijk behandelt en eh, soms zelfs familiair behandeld Respect heeft, ja. Dan is dat ook echt gewoon het meest naturelle van, uh, van de wereld. En ik denk dat dat bij Cha Charles ja. <laughs> het geval is. Het is gewoon een natuurlijke gast. Een ja. hele smooth kerel. Zo. En hij je gewoon ook heel geliefd is in dat team. Dat is ook op een beetje Italiaanse manier. Zo, zo respect ja, geven. ook waar Maar zo werkt geweest. het toch ook beter in een team? Natuurlijk, natuurlijk. Iedereen wil te respecten. En, en denk dat, als je dat geeft, dan gaat het ervoor zorgen dat die mensen door vuur willen gaan voor je. Ja. En dat extra willen doen voor je. En dat is in elke teamsport belangrijk. En voor mm. uh, We hebben het bij Red Bull nog over één ding trouwens niet gehad: de problemen die Max Verstappen had. Want. Ferrari had problemen die ze moeten oplossen, Mercedes is een problemen aan het oplossen, maar wat er met de wagen van Max aan de hand was, was ja. heel raar. En uiteindelijk heeft hij het niet meer moeten gebruiken, zijn DRS-systeem, want Perez heeft hem voorbijgelaten uiteindelijk. Ja, en dat is, dat is heel raar, omdat dat vorig jaar ook vaak een probleem is geweest. Hè? Ja, dat klopt. Het DRS-systeem bij, bij Red Bull. En um, ja. ik zou aan denken, hè, ze hebben dan nu een nieuwe auto, dus dat zal wel een volledig verbeterd systeem zijn om die aansturing van die DRS, maar dat lijkt me echt zo'n sensorprobleempje. Ik denk, ja, denk dat vorig jaar, als ik me juist herinner, had het te maken met de, de, de dunheid van de achtervleugel, ja. waar, ze, waar ze extreem in gingen. En dan, dan zagen we vaak die duct tape erover ja. plakken. Hè, wat dan toch echt de laatste mogelijke oplossing is <laughs> dat je wilt gebruiken. Wel heel sterk. Um, ja, dit, dit is, het is inderdaad opvallend dat als dat het probleem is, dan zoeken ze precies toch altijd in dat gebied naar, uh, naar iets speciaals, grensverleggend te zijn. Dan, zijn. dan loopt het risico toch niet om, om dat mee te maken. Dus. Het is niet heel goed, natuurlijk. Nee, ja, nee, is, want... Ze zagen het, het, het werkte wel. Dat is het straffen. Uiteindelijk, ja. Maar elke keer ging het even open en dan gewoon weer zichtbaar. Ge, ja, het signaal kwam niet altijd aan tussen de knop op het stuur en, en de vleugel uh, achteraan. En dan ja. kreeg je de boodschap: um, probeer het pas in te duwen na de curbs. Kan dat zo'n verschil maken? Ja, tuurlijk. tuurlijk ja. Dus de vibratie op zo'n curb, dat, dat, dat kun je niet echt, totdat dat je in een auto uitleggen. zit, ja, dat is echt wel hard. Ja. Dat, is, ja, dat trilt helemaal door elkaar. Dus ik snap wel dat stel dat er ergens een signaaltje niet doorkomt door de kabelboom, dan kan dat wel nuttig zijn om dat personeel die, die curb te gaan doen. Ja, waarschijnlijk zit er ook een beetje een, een margin op. van... Eh, um, er zitten sensors op eh, die moeten zeggen dat dat open of dicht staat, want anders kan die computer ook niet weten wat we hij moet doen. Dat zal wel een margin in zitten van hoeveel vibratie dat dat mag hebben voordat dat open gaat, ja. eh, om fouten te voorkomen. Ja, dus juist. dan zal de curb natuurlijk ook wel niet het ideale moment zijn om dat in te duwen. Maar, um, daar zullen ze waarschijnlijk nu weer een oplossing van moeten gaan zoeken Het moet voor een rijder ook heel frustrerend zijn hè? je zit in het gat van in ja. te rijden je ja. weet dat je er eigenlijk voorbij zou moeten kunnen maar je weet ook niet werkt dat of werkt dat niet en constant krijg je die boodschap het werkt nee het werkt toch niet het werkt het werkt, het werkt toch niet want we hebben nog eens de max verstappen van vroeger gehoord wat heel logisch is de frustratie je hoorde die echt in zijn stem die was ja, je weet, razend. Wat, wat logisch is dat je gefrustreerd? Nou ja, ja, plus, wanneer is die frustratie ergens begonnen? Dat hij toen in bocht 4 dat foutje overstuur en dat hij door de greenback gaat. Daar begint natuurlijk alles mee. Hè. En dan is het enkel, Max is iemand dat een kerstvecht naar voren wil. Het gevoel dat je de auto ervoor hebt. Maar die auto stelde nog niet in staat om dat te doen. Dus va, ik vond dat, vond dat logisch. Maar uiteindelijk heeft hij het slim gespeeld. Ook met dat gevecht met Russell. Eigenlijk het gevoel dat Max, de vroegere Max altijd dat moment wilde pakken van nu moet ik het doen, maar er is geen enkel ander moment in de koers dat gaat En dan had het maar afgegaan. Voilà. Dat is toch de wereldkampioen, Max Verstappen, dat hij het niet meer door. Er zijn drie, vier momentjes geweest in die één actie waar er veel had kunnen misgaan en hij heeft dat toch de cool wat bewaard. Maar ik vraag me eigen af, want dat was op de Veeukefkens dat dat met de wind zou te maken hebben. Was dat effectief zo? Ja, het was stilwind. Dus eigenlijk wind die komt achter een bocht, komt achter een soort van muur gereden. En als die wind dan eigenlijk vanaf de, zi vanaf de zijkant op de achterkant slaagt, tijdens het remmen wanneer al het gewicht van die auto eigenlijk naar voren gaat, die achterkant wordt licht, zoals ze zeggen, die wind slaagt daarop en ja, en natuurlijk, die, die mannen rijden op de limiet, en, 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 en Tom weet dat ook, die een bocht vier is een moeilijke, is een hele moeilijke bocht. Een hele snelle je entry. Dus die binnenkant, dat is eigenlijk een heuvel. Ja. Dus je zit eigenlijk in een soort van, op een zo'n trechterke te en, zo. en dan, dat punt, dat is zo het punt waar dat die een dan terug omhoog begint gaan te gaan. Dus er ook nog eens zo in die, in die rem. Automatisch een is meer. Een meer op de kamer voordat je dan ja, in een bocht ingaat. Achterkant Achterkent ja, die? Die roteert er al redelijk snel en, en hard. Ze ja. kwamen we er al bij wel goed mee weg. Maar uh, de wind uh, ja, dat heeft toch veel invloed op zo'n auto. Mm -hmm. um, goed weekend voor Alpine. mogen we dat zeggen? Zevende plaats voor Alcon, Negende voor Alonso. Nadat hij helemaal achteraan was gestart. Ik vind het een beetje dubbel. Ik vind, ze hebben, het lijkt dat ze de vierde snelste auto hebben. Maar toch tijdens de race kunnen ze dat niet altijd helemaal uitspelen. Ik vind wel, wat mij ook opviel, is Ocon is wel echt sterk aan het worden. Uh, tegen toch een Alonso, die iedereen bewierookt. Um, ja, die, 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 die zijn wel op de goede weg. Maar, maar je ziet ook wel dat het ook weer een team dat nog niet helemaal gewoon is, of gewend is, om vooraan te rijden. En Dus Dat, dat deel van die racepace anderhalf uur lang, daar zit nog wel een beetje een marge op. Ik heb wel het gevoel dat. Alonso is niet meer de ploegmaat is die hij bij Stoffel van Doorn was. Nee, hij is wat... Uh, moet ik dat zeggen? Nederiger geworden of zo? Lakser, hè? Zo, ja, zijn, zijn leeftijd haalt hem. Zo wat in. En hij zeker Als je het pensioen trager... wordt gehaald? Ja, ja, hij is zeker niet trager of zo, want ik vind dat hem supergoed uit. Maar uh, ja, hij is wat volwassener geworden. Zo. Het, uh, het puberale is er wat van afgegaan. Daar moet je veertig voor geworden zijn dan. Klopt. Ooit, ooit gaat het eruit. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het nee, als... je ziet dat toch in alle <laughs> ja. vlakken. Ook zo. Hij heeft ook, nee, lijkt nu ook weer, hij heeft daar uh, in Miami nog zwaar uitgehaald. Want die Stewart heeft zo'n een, 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 een heel hoog you gehaald. Want, pff, wat kan het mij nog schelen? Ja, is, ik, ja. ik zit hier toch een beetje uit de bal. ik amuseer ik mijn eigen nog. Dus hij trekt zijn eigenlijk ook van niet veel iets aan. Dus hij spreekt gewoon openlijk. Maar hij heeft wel een soort van ja, vaderlijk gevoel in dat team, denk ik. En ik denk dat hem uh, in Ocon, vorig jaar ook in de wedstrijd waar hij Ocon gewonnen heeft, was, uh, heeft hem ook een belangrijke rol gespeeld. was Nee, waar heeft hij vorig jaar gewonnen? Uh, Hongarije. Hongarije, Hongarije, Hongarije ja. Met die crash bij de start. Dat zou ik, ik hem in het jaartje met Stoffel niet doen. Nee, nee, nee. nee. En ook als je dan hoorde praten over uh, uh, toen, toen hij zelf het podium heeft gehad. Hè, Let Esteban defend like a lion. Vorig jaar. Je, ziet, je, je merkt dat daar een bepaalde ja. symbiose chemie is tussen die twee. Vanaf ja, toe, ik ben even, ja. even, even eruit geweest en ik denk dat hij ja, een soort van rust gevonden heeft. Ja, vanaf toen wist hij dat Esteban dat ook kon. Hè. En uh, oh, oh. bij Alonso oh. geeft dat vaak veel. Vind je Tom, een Tom, Vind je een hele Tom kijkt zo naar mij. Dat is een loser. Nee, is dat maandag ook hè, want, ja. nou, die al, al? Al die Tom, weekends... heeft, er maar, heeft er nog maar drie gedaan vandaag. Al, al, al die weekend samen. Ja. Je moet ja. altijd uh, slikken, maar goed. Um, de Tom ja. kan dat ook doen, maar die houdt zijn eigen nu nog in, zodat ik er extra slecht uitkom. Dat, ja, ja, ja. dat, dat ga je, dat je in me falen. Ik heb nog geen enkel goede moment gehad. vandaag. Oh. Maar die houdt er voor bij Michel Wouts. Ja, ja. dan, dan komen we al die dat daar, maar, ja. Als je dat doet, hoe kijkt hij naar jou dan, Michel? Ja. Gewoon stoisend. Michel, zo, dat staat niet in mijn fissionback. Hoe zit dat hier? Uh. Maar um, nee, wel even serieus. Dat, dat is, dat, zo krijg je wel respect bij Fernando Alonso. Je mm -hmm. zou kunnen denken: die, die wordt er al lastig over. Ik ben hier de man, maar dat toch denk ik, god, voor die jongen? Die laat mij niet zomaar passeren. Nee, dit weekend was Stefan Lammens, die was voor ons in Barcelona. En er waren ook een paar vragen over Carol Los, ah, ja. zijn ingenieur hè, van Alonso. En Alonso was er echt heel, heel lovend over. Hij van, ja, van, doet fantastisch werk, ik zie meer dan mijn familie, maar het is ook fantastisch om mee samen te werken. En Carol had dan ook geen interview gegeven aan Stefan. Die zei van ja, mooi, mooie woorden. Normaal krijg je, complimenten krijg je normaal niet van, uh, van Fernando. Nooit rechtstreeks, waarschijnlijk. Nooit. Het is makkelijker ja, natuurlijk ja. om het via een omweg te zeggen. Dus je was er wel een beetje van aangedaan. Van, ah, Oké, okay. toch ben, bevestiging uh, ik, dat ik goed bezig ben. Ik ben er wel van overtuigd, na Alonso die nu rondrijdt, dat dat echt altijd een meerwaarde kan zijn voor heel veel teams. Dat denk ik ook wel. Die heeft zo'n bakervaring. ervaring. Hij heeft natuurlijk in de voorbije jaren waarschijnlijk dat niet voor iedereen willen delen. Maar uh, ik denk op dit moment in zijn carrière dat dat echt een meerwaarde kan zijn. Ook voor Ocon, voor zijn evolutie, want we ja. hebben het, over, die ja, het jonge, Ocon... over jonge rijders gehad. Ocon er zijn, zorg, er zijn nog er zijn teams jaar, die dat zouden kunnen gebruiken momenteel. Hè? Ja, want je moet je inbeelden, zo, tijdens de debriefing... Uh... Veel meer dan Vettel. Ja, dat, dat vind ik ook. Om ja. de landen op te laten. Maar we ja. rijdt wel samen met Lance Troll. Ja, die wilde ook gewoon niet leren. Dus die die, dat... die <laughs> wil niet leren van Vettel, dus dat, is heel, dat is heel gemakkelijk. Ze um, zouden hem misschien bij McLaren kunnen gebruiken. Want daar de ervaren man. Durven ze daar terug. Uh... Nee, dat is sowieso. No, no way nee. dat ze dat proberen nee, nee, durven. Nee. Dat hij met maar... de zak niet zo goed marcheert. Nee, met heel dat team denk ik. Dat we de ervaren man. Elastisch naar de zak. <laughs> <laughs> um, Alonso, ja, ik, ik weet niet. Bij McLaren ze zou ze toch iets moeten doen. Want die race pace van, van uh, Ricciardo. Oh. Want hij zei ook nou, na de race: van, Ik hoop dat ze iets vinden uh, in een auto, in het chassis. Soms is dat wel. Hè, als er een scheurtje is, dat je dan echt niet meer zo snel met een auto kunt rijden. Maar uh, Ricciardo hoopt ook dat ze echt iets vinden. Je ja, voelt ook van, als het dan niet is, ja. dan is hey. mijn marge wel opgebruikt. Ja, voilà. hey, ik ben een heel grote fan van Ricciardo. Maar als je dan goed presteert hey, en je kunt een beetje goofy zijn, dan is dat leuk maar als je zo goofy zei, je presteert niet meer, dat wordt daar een in een onhoorbaar. <laughs> ja. Dus hey, ja, dat is zich gewoon niet. Ja, er moet dringend iets gaan gebeuren. Ik kan nu nog terugvallen op die overwinning in Monza. van vorig jaar. Ja, dat is ook al lang geleden. Ja, maar dat heeft hij al zo het ene moment van. Ik heb wel nog mannen. Dat was, dat was ook het moment mee. dat ik en ik denk veel mensen met mij dachten dat dacht, yes hè, want dat was terug ja. en, en nu, gaan we, nu gaan we beginnen opbouwen, maar dat, dat was ook weer niet geval. Maar eigenlijk als je dan naar kijkt, is dat toch een beetje bij hem al, al gestopt. Toen hij wegging bij Red Bull. Ja. Dat was voor mij dat was door Ricardo en dan heeft hij die move naar Renault gedaan, waar duidelijk money-driven was, want hij heeft er een gigantisch die contacten getekend. En dan was het precies zo van ah, ik, 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 ik ben hier binnen voor het leven. En, en dat pakt een beetje van de motivatie, precies weg. En dan zijn andere dingen in het leven ook gaan doen. En inderdaad ja, op YouTube van alles gaan maken en filmpjes en zo wat Goofy beginnen doen. En dat heeft toch de focus weggepakt. En dan heeft hij die ene uitschieter? Hè? Bij Renault was het ook zo. Ja, ja. Het podium bij Renault, nu die overwinning bij McLaren. En daar kan je dan een klein beetje opteren. Ja. Ja, je kan blijven aanhalen van je presteert niet goed. Maar ik heb wel podium gereden. Ja, maar ik heb wel voor een overwinning gezorgd. Je dan nog een argument om, ja, achter exact. de hand om. Exact. En ik weet niet, is dat goed voor de, ja, voor de evolutie van Lando Norris? Zou Norris dan niet meer hebben? Aan... En van McLaren. En van McLaren als geheel. Als, als team ook, inderdaad. Ik denk dat ze daar iemand sterker nodig hebben, absoluut. Maar als ik dan denk van wie, dan, dan, dan weet ik het ook niet direct. Misschien een, uh, een Gasly die nu wel een opvallend minder of moeilijk seizoen heeft. Dus ja. misschien ook moeilijker met die auto om kan met die, nieuwe, uh, met die nieuwe AlphaTauri. Maar zo iemand zou ik er wel zien. Maar ik zie niet direct zo zeven kandidaten dat ik denk dat van... Natuurlijk niet. Ja, wie, wie, wie past daar binnen Piastri? Maar dat zijn Norris Piastri, ook misschien tricky. Twee, twee jonge, snelle. ja. En Norris is daar duidelijk de nummer één. Hè? Het is duidelijk dat zijn ja. inzet op Absoluut. Norris dat is de toekomst van het team Ja, ja want als, 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 als jonge, snelle als piloot uh, die een ticketje Formule 1 krijgt, dat is niet het team waar je dan bij terecht wil komen. Niet omdat het team niet goed is, maar je wilt niet als Norris gezet worden. Dat is een plaats die dat toebehoort aan iemand die normaal gezien meer ervaring meebrengt, die al wat stormjes doorzwommen heeft, die een bepaalde rust meebrengt. Twee jonge gasten in een team is meestal geen goed idee. Mm -hmm. uh, wat was er met Norris aan de hand dit weekend? Ziek. Tongelitis. Ja. Snifilitis, want het is uh, verkouden. <laughs> Blijkbaar is dat gewoon. Jij zei dat toch? Dat dat eng, nee, dat nee, toch nee, ik heb het nog eens opgezocht, juist. Het zijn uh, amandelen. Ah. Ik, ik was verkeerd. Een amandelontsteking. Het klonk heel ja. chic. Ja, het klonk heel chic, want het was gewoon een amandelontsteking. Kan wel pijnlijk zijn. Dat weet ik niet, ik heb ja. dat nooit gehad. Ik heb dat twee weken geleden gehad. Dat is niet tof. hij heeft hem misschien besmet. Ja, blijkbaar. Ik heb hem, niet nog, ik heb hem al jaren jaar niet gezien. Ja, ja, we hebben een podcast geluisterd. Am we Amandelen. delen. Omdat hem aan man, 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 man Kijk, Sam, dat was een hele slechte, Sam. Ik ga hem, bij, ik ga hem mee het lijstje zetten. Maar het was heel slecht. Je bent... Het is wel, Allee, vorige week had je er maar drie. Dus het tempo begint omhoog te gaan. Het is goed. Je begint erdoor te komen, hè? We, we, nog? we hebben je... nog tien minuten, dus hij begint er door te, te, te worden. Je kon toch helemaal de kloten doen aan. Ja. <laughs> uh, moeten we iets zeggen over de copy-paste van Aston Martin, waar iedereen het over had? Blijkbaar hadden ze de Red Bull gekopieerd. Dat team heeft al een roze Mercedes gehad. Kiezen nu voor een groene Red Bull. <laughs> Een hele slechte copy-paste dan wel, als het effectiever eentje is. Ja, ik denk dat vooral... Uh, we, we, we hebben niks om over te schrijven. Zullen we anders zeggen dat die, die auto niet heeft? Ik vind dat... Nee, er, er zijn wel wat maar we nu te zeggen dat dat een kopie was... Het is niet... Is. Het, is, het, is, het is trouwens... We hebben al eens uitgelegd, hè. Je kunt niet zomaar een auto kopiëren, gaar, hè. Nee, je niet met een basis. Kopiëren, ja, dat, je, dat, dat is sowieso... En, en FIA zegt dat er niks fout is. Oké, okay, er zijn natuurlijk heel veel mensen van de aerodynamische afdeling uh, en, de, en de tekenafdeling van Red Bull... Naar Aston Martin gegaan. En ja, oké. Okay, die filosofie, maar oké, okay, dat is ook niet per se fout. Hè. De fout zou zijn als er echt gegevens zijn gepikt. Op papier. Ja, die papier, op de computer. Uh, maar je hebt een basis van een auto, die motor moet daarin passen. En rond die motor mag de koeling en design. En dat moet allemaal werken. Dus het is niet echt dat je zomaar kunt zeggen: uh, We hebben zo'n auto met die motor. Uh, en we gaan daar nu eens even, Want ze hebben een Mercedes motor bij Aston Martin. We gaan daar nu eens even Allee, even de buitenkant veranderen en, en van binnen blijft hetzelfde. Dat kan niet. Hè. Dus die koeling moet op een andere plek. En... Natuurlijk. Je zei het daarnet ook nog. Het werkt om, gewoon niet zo. zijn zo'n ingewikkelde wagens, die Formule 1-wagens. Je, je zei het ook. Je kan niet zomaar even... Nee. Okay, we gaan nu even alles veranderen in twee weken tijd zodat het op die andere auto lijkt. Zo, zo, niet, zo simpel niet, is niet. het gewoon niet. Het zijn details die worden aangepast. Hè. En ik denk, uh, zoals Sam ook zegt, je kunt niet um, van die basis... Je kunt er een beetje van afwijken in je vloer, in je voorspoiler, ja. in de, de manier waarop de lucht achteraan vertrekt. De splitters, allemaal wel, maar op zich, de, de structuur van een auto, de, de basis waar alles om vasthangt en in elkaar zit, daar kun je niks meer aan veranderen. Die is gehomologeerd. Gedurende ja. die generatie dat je een auto gaat meegaan. Ja. Dus updates, dat is altijd uh, buitenkant, aerodynamica en koeling waar dat je wel kunt aan werken. Plus, En dan uh, dat de lucht de uh, ja, remmen passeert, bijvoorbeeld, en dat soort zaken. Maar niks, niks van uit de basis. Ja, plus. En dat is niet ook, want ze zijn nog altijd niet snel. Dus. Nee, letterlijk. <laughs> voilà. Ze zeiden ook van eigenlijk voor ons is deze zo een beetje de launch van een nieuwe auto. En de eerste testen van een nieuwe auto. Dus ze, ze geloven zelf heel hard in het potentieel van wat dit kan geven. Uh, maar het was, het was echt het eerste weekend ermee. Dus dat was nog beperkt. Ook die cooling was nog niet perfect. Maar ze hebben ook wel tijdens de echte launch van de auto, begin van het jaar, hebben ze ook al gezegd dat het echt maar een eerste versie was. Dus het is ook niet inderdaad, dat ze het tijdens het seizoen mijn zo, zo achter die Red Bull is overtekenen. Dat plan zal er al lang geweest zijn. Hè? Ja, uh, geen updates bij Haas. Die zijn met dezelfde auto naar daar gekomen. Die waren goed in de kwalificatie. En, ik, ah, ja, zelfs Mick Schumacher in, Q, in de Q3 zag er heel goed uit. En dan tijdens de race was het anoniem Magnussen na die aanleiding. Ja, wel, wel een beetje spijtig ook, ja. Want ik vind Magnussen. Ten eerste, dat is iemand dat ik heel graag zie rijden. Heel, heel goed bezig en uh, op ja. de manier waarop dat hem terug in de Formule 1 verzeild geraakt is en zo, ik vind dat eigenlijk wel een mooi verhaal. Maar Magnussen, allez, laat een fietsje niet gebeuren, die zet die zet wel vooraan. Hè. Wat, is, de, wat is vooraan? Toen duurt de, de hele wedstrijd mee top 8, denk ik. Ja, denk het ook. Ze hebben natuurlijk oh, ja, opzettelijk die ik Barcelona. Die, oh, opzettelijk. Ze zeggen toch opzettelijk geen updates gedaan om dan een duidelijkere baseline te hebben en de basis. Uh, goed te kunnen vergelijken, maar ik betwijfel of dat, dat echt de reden zal zijn. Maar op zich waren ze nog altijd snel. Um, misschien Race pace iets minder, maar die Move van Magnus was volledig zijn fout. En, en je ziet ook wel die auto's, ja, nogmaals, die zijn echt zo wat, wat dikker, chunkier, maar ja. ook wel robuuster. Ja. Dat vind ik er wel leuk aan aan deze generatie. Je zag ook bij de start, PRS raakte Russell zeker. Ja. Als je die onboard zag, was het redelijk hard. Vroeger was dat wielkrom. Ja. Maar met die kleinere Velgen sowieso schalen aan de vloer, spoilers. Nu kunnen die gewoon verder rijden. Ik vind dat wel leuk. Dat, er, dat, dat is nu meer een Formule 1 met een beetje contact en dat kan. Je kan nog meer op die, op die edge op die rand zitten eigenlijk. Ja, en, en dat gaan piloten veel meer motiveren om iets te proberen, wat dan goed is voor het racen zelf. Dus um, ja, ik, vind dat wel, ik vind dat wel goed. Ja, dat, ja, dat, valt zeg maar. dat valt echt op. Dat valt echt op. Uh, normaal gezien zo'n uitstap in de zandbak, ook. Dat is gewoon ja, vlak gedaan, vlak eraan gedaan die vloeren stuk. Maar die mannen kunnen nu gewoon verder rijden. Ja. Ook uit die zandbak geraken, dat is ook al niet zo simpel trouwens. Ja. Uh, Magrussen, we weten dat hij een goede piloot is, bewijst hij helemaal, is altijd sneller dan Schumacher. Wat zegt dat over Mazepin? <laughs> Ja, die, mens, zou... die mens wordt helemaal vergeten. Wat zou hij trouwens aan doen? Ah, maar dan? Ik vroeg hem dat het weekend ook af ah, echt. Ik ja, denk geen Formule aan we het eens, kijken. Wees niet bellen. inbellen. Echtjes bellen met Nikita. je weet niet regelen. Maar wat zou hij inderdaad aan het doen zijn? Ik denk dat hij nergens. Uh... Oorlog ontvoeren. Ja. ja, met zijn vader. Ja. Maar, dat is, maar het zegt toch wel iets dat Schumacher vorig Jeetje jaar zo de betere was. Waar wat jacht toch al verstoppen? Zit uh, ja. die, ja, 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 ja. die achter een echter Toekskunnen schildert hij even. Schildert hij in het groen zoals Aston ja? Schildert hij groen. Maar het zegt toch wel veel dat die vorig jaar Schumacher was altijd beter dan Mazepin? Altijd en echt met ruime ja, marge. Ja, dat is en waar. nu is Magnussen altijd sneller dan, dan Schumacher. Dan zegt dat meer over de kwaliteiten van Magnussen. Vind, vind. Of meer over hoe slecht Mazepin eigenlijk was. Ik vind het vooral erg. Vind, ja, ja... Moeilijk om te zeggen, want ik, ik wil nu niet zeggen dat, dat Schumacher echt slecht is. ook niet. Want hij is ook duidelijk met intelligent en zo. Ik denk dat dat deel bij Mazepin uh, duidelijk ja. Zo Die intelligentie van te willen leren. En ook in, die, in de Netflix-serie zie je dat ook dat hij zo heel oh, bijna primitieve antwoorden geeft en heel oppervlakkig van het gaat niet met dit en dat en dat. Dus, ja, inderdaad, dat zal er absoluut mee te maken hebben. Schumacher is wel iemand die wilt werken. Ik denk wel intrinsiek dat hij gewoon niet zo goed is als Magnussen. Maar Schumacher, dat blijft inderdaad straf voor iemand die uit zo'n familie komt, die opgegroeid is in heel veel rijkdom, mm. met die... Ja, die is nederig. Hè? Die is heel nederig. Ja. Maar ook principeel. Michael Schumacher was wel iemand die echt wel... Allee, heel afgemeten werkte. Dat is toch altijd geen evidentie dan om als zoon van een en ook naar zijn team toe. Ik vind die altijd heel, heel beleefd, waar, heel ja. correct naar het maar team toe. Hij heeft in ieder geval een goed voorbeeld gehad. Ja, dat is een opvoeding en dat kunnen we misschien bij Maas een vraag stellen. Hè? Dat kan inderdaad. Uh, we hebben nog een paar minuten. Ik wil nog één vraag stellen. We hebben een in de Formule 2 met Amori Cordel. Kan hm. die de Formule 1 halen? Zit daar genoeg in om geld, te geld of talent? <laughs> talent? Ja, geld is iets anders, maar ik puur even over talent. Ja. In de huidige tijd denk ik niet. Er zitten nog een paar mannetjes in de wachtkamer die dat uh, beter zijn. De simpel is. Als dus je ja. ziet wie er vorig jaar niet kunnen in Formule 1 geraken is, dan ja, ja. Um, allee, dat weet je wel genoeg. Hè. Ja, absoluut. En allee, het is wel natuurlijk, die, die kraamkamer, die Formule 2, is moeilijk. Veel mensen hebben er veel tijd voor nodig. Soms twee, drie, vier jaar, om naar de Vries vier jaar nodig gaat om kampioen te worden. Dus het is niet zo gemakkelijk met uh, tiremanagement enzovoort, maar. Zelfs los van dat, je moet echt hard willen werken en ik weet niet of dat bij hem zo aanwezig is. En Nick de Vries heeft mogen rijden dit weekend zeker? Was het niet echt Ja, FP 1 bij Williams. Ja. Laten <laughs> werd die... het stil. Ja, ik uh, wow. weet het niet. Ik weet het niet. Ja, is, hij, is, hij, gaat hij, is hij goed genoeg? Dat uh, hij een kans krijgt? Uh, ik denk dat Nick, Nick is. Ik vind hem een heel goede piloot. Hij is dus wel heel snel. Ja. Hij heeft overal veel tijd nodig gehad, ja. maar hij is wel zo nu in een fase van zijn carrière die wel overal goed is als hij rijdt. Dus maar dan moet je de kans krijgen. Beter dan Latifi? Absoluut op dit moment. Ja, dan ja. moet je de kans krijgen. De volgende die een kans krijgt is Piastri. Als het puur over talent gaat. Ja, dat is toch te hopen. Ja. No way. Dat ja, moet, je toch, moet toch, hè? Je moet eens kijken wat er de volgende drie, vier jaar gaat ga vrijkomen van plaatsjes. Dat zal Vettel, Alonso, Hamilton. Hamilton. Latifi gaat toch ook niet blijven bij Williams. Ja, maar dat zijn dan hè, de mannen die van. Oh, dan gaan er één of twee misschien nog eens vervangen worden die daar uh, hun geld op is. Want ja. zo simpel is, die zitten dan niet omdat ze beter zijn met iemand anders. Dus er uh, zijn niet heel veel plaatsen die er de volgende jaren gaan vrijkomen. De rest zijn allemaal jonge gasten die supergoed zijn, en die dik betaald worden om daar te zijn en waar ze een meerjarenplan mee hebben. Dus er mm. zijn niet veel plaatsen die vrijkomen de volgende jaren. Hè? Maar het gaat nog interessant worden. Oké, okay, we moeten afronden. Tom, dikke merci om nog ja, eens af te komen. Kom over een paar weken, maanden, nog maar eens af. Het is goed. Om wat te, te zevenen. Sam, jij bent er volgende week weer? Uh, ja. Ook in de studio? Zaterdag en zondag? Ook in de studio. Okay. Grote prijs van Monaco. Die is er uh, dit weekend. En uh, die kan je natuurlijk ook volgen op Play Sports. En volgende week zijn we dan terug met een nieuwe paddock. Bedankt om te kijken of om te luisteren of om allebei te doen. En tot volgende week. Salut.